Hoe bewerk je dit groene doek, oftewel green screen, in Adobe Premiere Pro? In deze video leg ik het stap voor stap uit. Hoi, mijn naam is Theo de Klein en ik help ondernemers met videomarketing. In deze video leg ik dus uit hoe je dit groene doek, oftewel green screen, bewerkt in Adobe Premiere Pro. Dit kan ik het beste uitleggen achter de computer, dus loop je even mee? Zo, ik zit achter de computer. Als eerste importeer je de video met green screen. Die zet je op videospoor 2. Daarna importeer je de foto of de video die je als achtergrond wil gebruiken ter plaatse van het green screen. Die zet je op videospoor 1. Nou, ik gebruik een video met schapen. En dan moet je van het groene doek de achtergrond maken. In dit geval dus de achtergrond met schapen. Dit doe je door te gaan naar effects. Dan naar Video Effects, dan naar Keying en dan naar Chroma Key. Die klik je in en die laat je los over de video die je hebt gemaakt met green screen. Dan krijg je hier een extra tapje, Chroma Key. Klik je op het pennetje en dan ga je met het pennetje staan zo kort mogelijk bij de persoon op het groene doek. In dit geval hier. Dan kun je met Similarity kun je het groene doek wegschuiven en je schuift net zo lang tot je de schapen als achtergrond krijgt. En nu is het groene doek dus vervangen door schapen. Dus als ik nu de video afspeel, dan sta ik midden in de wei. Heb je nog een vraag over videomarketing, YouTube of het zelf maken van video's? Laat jouw vraag dan in het reactieveld onder deze video even achter en wie weet beantwoord ik jouw vraag morgen. Geef me even een duimpje omhoog als je deze video een leuke en goede video vond. En ik zie je graag morgen bij mijn volgende video. Nou, dan ga ik deze eventjes een beetje opvouwen.